Goedenavond, welkom bij Kleur de Kamer, de politieke talkshow bij RTV 7. Vandaag stellen we weer drie kandidaten aan u voor. U leert ze beter kennen en zij krijgen de kans om zich aan u voor te stellen. We gaan snel beginnen, dus Kleur de Kamer. Welkom bij Kleur de Kamer, het politieke programma bij RTV 7. We zijn het inmiddels gewend. Vandaag hebben we weer zeer interessante kandidaten die een gooi doen naar een zetel in de Tweede Kamer. Maar eerst ga ik jullie voorstellen aan onze medepresentator Iloa Udenhout, programmamaakster, onder andere bij... Jan Dino, Jürgen Rijman, Paul de Leeuw en bijna iedereen van kleur in de Nederlandse media. Dat zijn er niet zoveel. Dat zijn we snel klaar. Ja, ik ben al 20 jaar maak ik televisieprogramma's, dus dat is al vrij lang. Ja, en ik ben politiek bewogen, vind ik zelf. Maar ik ben voornamelijk nu, omdat ik nog zwevend ben, op zoek naar wie zijn de mensen achter de politiek. Ik zoek nu mensen om van te houden. Nou, we gaan ze vandaag hopelijk beter leren kennen. Allereerst aan tafel Mustafa Bal van het CDA. Ja. Nurullah Gerdan van NIDA. En Milka Yamane van GroenLinks. Mustafa, laten we bij jou beginnen. We hebben voor jou een introductiefilmpje. Ik ben Mustafa Bal, geboren en getogen in Gorinchem. Ik ben 39 jaar oud. Als kind van Turkse gastarbeiders ben ik opgegroeid in Gorinchem en verder volwassen geworden binnen Defensie. In het dagelijks leven ben ik adjudant onderofficier binnen de Koninklijke Marokkaanse Zee. We leven in een mooi land. Een land waar burgerschap en vrijheid elke dag beleefd wordt. Helaas, door de polarisering in de samenleving en de verharding, zie ik dat mensen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Het is nu van belang dat we doorpakken. Ik geloof in een samenleving waar iedereen mee mag doen. Een samenleving dat opstaat tegen het gif van discriminatie en uitsluiting. Vergeet niet om op 17 maart te stemmen. Voor een eerlijke en rechtvaardige economie, sterke samenleving en een betrouwbare en dienstbare overheid. Mustafa Bal, CDA 33. Ja, voordat we heel diep in de politiek gaan, ik hoop niet te diep, maar ik hoop wel iets pittig. Maak me warm vooral. Kijk. Weet je, maak me warm. Wil ik wel weten, je hebt in de militaire dienst gezeten. Nog steeds. Nog zit je nog steeds? Ja. Vertel dus, waarom heb je de keuze gemaakt voor de militaire dienst? Als klein kind. Ik ben geboren en getogen in Gorinchem, in een gastarbeiderswijk. En in Gorinchem hadden we namelijk ook een kazerne. Althans, een straat. En dat was van oudsher een vestingstad. Ik wilde militair worden. Ik vond het spannend, ik vond het stoer. Totdat in 1992 de Balkanoorlog uitbrak. En toen wist ik het zeker. Ik wilde daar naartoe militair worden, mensen beschermen. Uiteindelijk ben ik dus op mijn 18e militair geworden. En tot op de dag van vandaag ben ik nog steeds werkzaam als militair. En in het dagelijks leven ben ik adjudant onderofficier bij de Koninklijke Marechaussee. Maar is het, je zegt 18, was het toen nog dienstplichtigheid? Dat je gewoon moest omdat het op straat niet meer ging of zo? Nee, helaas. Dienstplicht was net 2 jaar ervoor afgeschaft. Okay. Althans de opkomstplicht. Dus dat is wel jammer. Dus ik ben meteen maar beroepsmilitair geworden. Mooi. En in je LinkedIn-account geef je aan dat je trots bent op wie je bent. Wie ben je dan? Nou, ik ben ongelooflijk trots op wie ik ben. En dat komt vooral omdat ik van thuis uit de waarden heb meegekregen die er echt toe doen. Namelijk je verantwoordelijkheid nemen in de maatschappij. Niet alleen voor jezelf, maar voor je omgeving. Behulpzaam zijn, dienstbaar zijn. Nogmaals, de cultuur die ik van thuis uit heb meegekregen, heeft mij gevormd in wie ik nu ben. En uiteindelijk inderdaad, als militair word je ook weer geconfronteerd met een nieuwe omgeving. En krijg je andere culturen mee. En uiteindelijk ben ik nu als eindresultaat trots op wat ik ben. Maar je zegt van militair, komt uit een gastarbeidersgezin, Gorinchem, vader. Ja. Maar je hebt ook een Turkse afkomst. Ja. Hoe zien we dat terug in je huidige functioneren? Ik ben wie ik ben. Ik ben Mustafa. En Mustafa is iemand die inderdaad doet wat hij doet, zegt wat hij doet. En probeert integer te zijn in de handelingen, eerlijk, oprecht is. En als ik dan kijk, ik kan daar heel moeilijk een label aan plakken, of het dan de Turkse kant is of
de Nederlandse kant. Ik ben een product van Nederland, dat vooropgesteld. Oh goed, je bent ook een product van je Turkse opvoeding. Zeker, zeker. En daar zit met name de familiekant, het hoge knuffelgehalte, het lekker eten, laat ik het zo zeggen. Dat met familie samen zijn, dat zijn echt de dingen die ik van thuis heb meegekregen en waar ik heel veel waarde aan hecht. Absoluut. Respect naar ouderen toe, je rol, je verantwoordelijkheid pakken. En dat stukje rentmeesterschap, dat heb ik echt vanuit thuis meegekregen. Rentmeesterschap is? Verantwoordelijk zijn voor eigenlijk jezelf, de omgeving, natuur, milieu en voor de komende generaties. Dus echt, eigenlijk een voorbeeldmens zijn. Dat de aarde beter achterlaten voor het nageslacht. Absoluut. Dan hoe je dan hebt gekregen. Zeker, ja. Ja. Is het uit liefdevolheid of heb je gewoon een groot ego? Nog één keer. Is het uit liefdevolheid? Of heb je gewoon een groot ego als je een voorbeeldmens wil zijn? Superman, dat ja, 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 ik denk allebei een beetje. Hè? Want ik bedoel, ieder mens vindt het wel leuk om inderdaad iets goeds te kunnen doen. Maar het komt wel uit liefde. Want ik geloof ook inderdaad, lekker authentiek zijn is het allerbelangrijkste. En dan hou je het ook het langst vol. En dan doe je het ook vanuit die intenties. En dat heeft meestal meer raakvlakken. Ja. Nou goed, maar het klinkt als een idealist, een wereldverbeteraar. Dat is niet het eerste waar ik aan denk bij Defensie. Oh ja. En tegelijkertijd ook, je ziet niet heel vaak mensen vanuit Defensie de politiek instappen. Nee, terwijl politiek Defensie aanstuurt. Ja. Ik ben absoluut van het hart aanpakken wanneer het moet. Maar dan moet je wel vooral beschermen en ondersteunen waar het kan. Dus ik ben echt vanuit aanpakken moet je echt alleen maar doen als het echt niet anders kan. Mm-hmm. Wij zijn verantwoordelijk voor elkaar en laten we ook alsjeblieft ons stinkende best doen om mensen te beschermen. En ik denk dat ik juist daarmee het verschil kan maken binnen Defensie. Maar ook in de politiek, maar ook in de samenleving. Door juist vanuit mijn wereldbeeld het verschil te kunnen maken. Ja. Ik ben uniek, denk ik. dat zijn we allemaal. Hè? Bij Defensie zeggen we komen altijd op voor de vrijheid en verworvenheden van anderen. Mm. En soms wordt het met geweld ingedrukt. Wat betekent vrijheid voor jou, persoonlijk? Ja, vrijheid is echt we leven in Nederland echt in een fantastisch mooi land waar iedereen kan zijn wie die is. En dat is voor mij ook vrijheid. Vrijheid betekent ook tegelijkertijd keihard werken, want het is niet gratis. En vrijheid betekent vooral ook vredig kunnen leven. En ik had laatst een gedicht gelezen van een goede vriendin van mij, die had het heel mooi verwoord. Vrede is een heel klein woord, maar allesomvattend. De V van vrijheid, de R van respect. De E van eenheid, de D van dankbaarheid en de E van eenvoud. Kijk, zo zie je dat eigenlijk vrede en met elkaar in vrede leven is zo ongelooflijk mooi. Ik vind het heel ingewikkeld. Ik hoor je het zeggen en ik vind het heel mooi. En dan zie ik je staan met je strakke blouseje en je geweer en je bed. Denk ik, ik voel geen vrede hoor. Ja, maar vergis je niet dat als je als militair in een missiegebied zit, dat je vooral de mensen die daar zitten hoop geeft. Die mensen zien namelijk iemand die daar staat voor hun veiligheid. Daardoor kunnen ze hopelijk dromen om het land weer mooi te maken. En dat zie ik als mijn plicht, als mijn taak. Daar ben ik ook trots op als ik dat kan doen. En je bent er echt niet om mensen af te knallen. Althans, dat is niet mijn rol, niet mijn taak. Zeker niet. Nee. Nou, bedankt voor je tekst en uitleg. We gaan over naar de volgende gast. Nurullah Gerdan van NIDA. We hebben natuurlijk je gevolgd op Twitter. Ik zie alleen maar politiek. Ja, je bent er hard voor, je bent er warm voor. Maar hoe ben je er ooit terechtgekomen? Ja, weet je, mijn generatie is een generatie die al 20 jaar opgroeit met islam en diversiteit als een probleem. Toen ik op de middelbare school kwam Pim Fortuyn op. En mensen met een migratieachtergrond, of hoe je ze ook wil noemen, die werd verteld dat ze eigenlijk een probleem zijn in Nederland. En dat heeft wel iets in mij wakker gemaakt, een soort vuurtje aangestoken. En velen met mij, allemaal mensen uit verschillende gemeenschappen uit Nederland. En wij willen gewoon dat het tijd is voor verandering, om een ander soort geluid te laten horen. Dat islam en diversiteit niet per se een probleem hoeft te zijn, maar ook een mogelijke oplossing kan zijn voor allerlei vraagstukken die we hebben in Nederland. Ja, maar goed, als al die negativiteit, en dat ik herken wat je zegt, richting bepaalde bevolkingsgroepen wordt gestuurd, dan zijn er twee keuzes. Of je trekt je helemaal er niks van aan, ja. Maar het effect kan ook zijn dat je juist afkeert van diezelfde samenleving die dat je het gevoel geeft dat je er niet helemaal bij hoort. Ja, ik denk dat beide handelingen natuurlijk problematisch zijn. En dat zijn niet de enige twee opties die we hebben.
De derde optie is om op te staan tegen onrecht en onrechtvaardigheid. En ook je eigen geluid, je eigen stem te laten horen. We hebben allemaal één stem in Nederland. Die is allemaal precies evenveel waard. Of je nou een miljonair bent of iemand die opgroeit in Rotterdam-Zuid. Die is precies evenveel waard. Dus die stem moeten we wel laten horen. Nu je over Rotterdam begint, je bent ook een ras echte Rotterdammer. Serieus? Ik zit naast een andere. Ja. Ik vind, hem, hè? Ja, helemaal. Rotterdam is dat just the code, hè? Maar ben jij dan... Dit stukje gaan we om de titelen voor deze Amsterdammer. Ja. Maar wat overstijgt jouw Rotterdamschap? Je identiteit of ben je Rotterdammer hart en nieren? Weet je, er is meerdere keren onderzocht van hè, hoe zit de identiteit van mensen in elkaar. De meeste, ja, het is gewoon zo dat we hebben allemaal meervoudige identiteit. We bestaan niet uit één stukje. Ik ben Rotterdammer, ik ben Nederlander, ik ben Europeaan, ik ben moslim, ik ben Turks, ik ben ambtenaar, ik ben bestuurskundige, ik ben vader, ik ben echtgenoot. Alles bij elkaar. Het is gewoon een mix van al die dingen. En wat ik stop bij 3, hè? Ik ben Surinaamse Rotterdammer. Vrouw en verschrikkelijk sexy. Ja, als dat jouw samenvatting is, prima. Prima, zeker. Meer heb je niet nodig. Zolang je maar jezelf kan definiëren. Dat je niet jezelf laat definiëren door anderen. Ik definieer mezelf. En als ik zeg dat ik Rotterdammer ben. En zeker als ik tussen Rotterdammers zit, dan is dat leuk. In Amsterdam zou ik dat zou ik die andere identiteit iets meer naar voren brengen. Maar wat je ziet is dat ook uit onderzoek is gebleken dat bijvoorbeeld heel veel mensen zich veel meer identificeren met de plek waar ze wonen, met de stad waar ze wonen, dan bijvoorbeeld met de Nederlandse identiteit. Omdat dat vaak ook een beetje een keurslijf is van je moet daarin passen. Hè. Je moet meedoen met carnaval en met de Elfsteden toch meeschaatsen, et cetera. Ja, noem maar op allemaal. En terwijl, ja, weet je, als je gewoon bijvoorbeeld in een Feyenoordstadion zit, zijn niet allemaal Rotterdammers natuurlijk, maar je voelt gewoon, je bent samen één stad. En dat zie je ook op heel veel andere plekken. Oké, maar als Rotterdammer is het niet lullen maar poetsen, dat is wie we zijn. Ja. Maar we zijn ook wel recht door zee, recht voor z'n raap, maar ook een beetje kattenkwaad. Wat is het grootste kattenkwaad wat je hebt uitgehaald tot nu toe? Het is het grootste kattenkwaad dat je hebt uitgehaald. Je moeder kijkt mee. Je moeder kijkt mee, ja. Even kijken hoor. Ja, ik denk toch gewoon een eigen politieke partij oprichten. Wij hebben NIDA opgericht in een klimaat waarin dat absoluut niet in goede aarde viel. Weet je, wij zijn in 2013, 2014 zijn wij opgericht. Toen bestonden bijvoorbeeld partijen als Denk en Bijeen nog niet. En ja, je zegt dat je in een islamofoob klimaat, zeg je eigenlijk, ja, we zijn een islamitisch geïnspireerde politieke partij die bijvoorbeeld dingen als etnisch profileren benoemt, dingen als het afschaffen van Zwarte Piet benoemt, et cetera. Ja, dat is toch een vorm van een kattenkwaad eventjes in zo'n soort context. Staat NIDA dan gelijk aan belletje drukken? Of een appel stelen bij de buurman? Nou ja, we stellen wel de norm ter discussie en de status quo ter discussie. Dus mensen voelen het wel als een soort van, ja, misschien wel nog irritanter dan een belletje trekken. Nee, maar goed, dat is wel goed dat je het zegt. Want je zei net inderdaad, toen het eerder in het gesprek over van, op het moment dat er mensen kritiek op je hebben, heb je 3 opties. Je vulde me aan, het zijn 3 opties. En jij hebt gezegd van, ik ga het samen met anderen, gaan we het veranderen en gaan we het op politieke manier doen. Ja. Je bent een van de oprichters van NIDA 7 jaar geleden inderdaad. En jullie zijn al een tijd actief hier in de gemeenteraad van Rotterdam. Ja. Wat de kijker natuurlijk wil weten is van, wat doet NIDA? Wat hebben ze al bereikt en wat kunnen we verwachten als jullie straks in de Tweede Kamer zitten? Nou, dat is een hele rits aan dingen. Ja, ik kan hele concrete voorbeelden geven, maar het belangrijkste is denk ik gewoon om te beseffen van, op het moment dat zo'n nieuw geluid entree doet in de politieke arena, is dat je wel gewoon de kijkers trekt en dat andere politieke partijen zich gaan afvragen van, hè, goh, was dat een blinde vlek van ons? Hebben we daar niet goed op gelet of wat dan ook? En daardoor hebben we bijvoorbeeld heel wat dingen voor elkaar gekregen die 10 jaar geleden onvoorstelbaar waren. Hè, bijvoorbeeld, wij zijn gewoon de eerste politieke partij bijvoorbeeld in Nederland die gewoon echt Zwarte Piet op de kaart heeft gezet van, ja, dat is niet meer van deze tijd. We moeten daarvan af. En etnisch profileren bijvoorbeeld ook zoiets. Ja, mensen werden gewoon echt boos van, ja, je wilt toch niet zeggen dat de politie racistisch is of dat alle politieagenten racistisch zijn? Nee, dat zeggen we niet. Maar we zeggen wel dat er een probleem aan de gang is, wat we moeten agenderen en waar we wat aan moeten doen. Nou, bij rechtse partijen noemen ze net, ze benoemen dingen. Ja. En wanneer je niet dat aankaart,
wanneer je dingen benoemt, dan wordt het anders opgevat. Ja, dat wordt gezien als polariserend. Terwijl ik denk van ja, racisme is polariserend. Mensen wegzetten is polariserend. Als we met elkaar die eenheid en diversiteit gaan uitstralen en die grondwet van ons gaan omarmen. Met al die mooie artikelen daarin. Artikel 1 over gelijkheid, artikel 6 over godsdienstvrijheid, et cetera. Dan horen we er allemaal bij. Maar we moeten ook een beetje in het Rotterdams daad bij je woord voegen. Het is niet een dode letter in een wetboek. We moeten het tot leven gaan brengen. Ja. Nou goed, dankjewel. Milke Jemane van GroenLinks. Ja. We introduceren je eventjes met een filmpje aan de kijker. Moria, Libië, de Middellandse Zee. Nederland, ondertekenaar van het Vluchtelingenverdrag, sluit zijn grenzen, sluit zijn ogen. Het migratiebeleid is stuk. Waar is de menselijke maat? Watertekort, mislukte oogsten, aardbevingen in Groningen. Multinationals die de aarde vervuilen en als cadeau geen belasting hoeven te betalen. Wij willen duurzamer leven, voor een mooiere wereld, waar duurzaamheid geen luxe moet zijn. Waar Nederlanders zich geen zorgen hoeven te maken over een dak boven hun hoofd, of het behouden van hun baan, of het verkrijgen van zorg. Waar is de menselijke maat? Toeslagenaffaire. Zo'n 26.000 ouders zijn zwaar in de problemen gekomen. Black Lives Matters. Na de dood van de 46-jarige George Floyd. Discriminatie op de arbeidsmarkt. Ja, het is inderdaad 2021. En nog steeds worden Nederlanders met een biculturele achtergrond gediscrimineerd. Onder een overheid die acteert vanuit wantrouwen. Waar is de menselijke maat? Mijn naam is Milka Jemane en vanuit GroenLinks strijd ik voor de menselijke maat. Een humaner migratiebeleid, klimaatrechtvaardigheid, meer kansgelijkheid en meer representatie binnen de politiek. Stem in maart voor GroenLinks. Stem 34, Milka Jemane. Stem voor meer menselijke maat. Ik heb genoten van je filmpje. Ik vind je lipstift fantastisch. Dat zullen ze. Nee, echt. You're Thank smiling you like, oké, okay, stem op haar. Zij lacht zo leuk. Nee, maar het leuke is, je bent Eritreaans en je bent ook Nederlands. Ja. Hoe combineer je deze twee culturen in jouw politieke uitingen? Wauw. Ja, het is een heel groot iets van je identiteit natuurlijk. Je bent, ik zeg altijd, I'm taking best of both worlds, om het zo maar te zeggen. En ik vind, als we het hebben over diversiteit en inclusie en meer kleur in de kamer bijvoorbeeld, dan, wat is hetgene wat dan zo belangrijk is, is juist dat je kan denken vanuit verschillende culturen. Ik vind dat je daardoor echt een breder perspectief krijgt op bepaalde dingen en daarvoor ook kan kijken naar verschillende belangen eigenlijk hier in Nederland, maar ook misschien buiten de grenzen. Dus ik neem heel veel mee van mijn cultuur, mijn Eritrese cultuur, maar zeker ook, ik ben gewoon in Nederland natuurlijk opgegroeid, dus ook veel hier vanuit het Nederlandse. En dat Mustafa net al aangaf, hè, het familie, het samen zijn, maar ook echt wel het geven om een ander. Eritrese cultuur is een hele sterke wijcultuur, zeg maar. En in zo'n steeds meer individualistische samenleving denk ik dat het heel mooi is dat we even meer wat wij en wijgevoel zeg maar weer terugbrengen in Nederland. Maar ken je ook van iemand die eigenlijk over de hele wereld geweest is? Gekomen uit Eritrea, hier in Nederland, gestudeerd in New York. Je bent op verschillende missies geweest voor humanitair werk. Laten we eerst even beginnen met New York. Ja. Daar heb je gestudeerd. Ja. Wat heb je gestudeerd? Ik heb political science gestudeerd in New York inderdaad, in de Brooklyn campus. Dus ik heb 3 jaar in Brooklyn gewoond. Ja. En zijn er dingen die je daar geleerd hebt? Of je denkt van, hey, dat zou Nederland ook wel een beetje van kunnen gebruiken? Ja, ik heb heel veel geleerd. Het is echt een hele bijzondere stad sowieso. En ik denk dat het toch een verschil is, het feit dat je hier als Nederland met een migratieachtergrond woont en je komt binnen in een soort van homogene maatschappij eigenlijk. Hè. En New York en Amerika is eigenlijk al een land of immigrants, zeg maar. Dus je merkt ook dat mensen die daar gewoon geboren zijn of zelfs op jonge leeftijd zijn gekomen, dat ze eigenlijk zeggen, ik had bijvoorbeeld een vriend van mij, die is Nigeriaans en die zegt, I'm American. En toen zei ik, oké, maar... En ik was zo gewend om te vragen, maar toen dacht ik, oh, wat erg eigenlijk. Maar ik was zo erg gewend vanuit Nederland om te zeggen, ja, maar waar kom je dan? Echt ja, en toen dacht ik, ah, wat erg, ik doe het ook. En
En toen zei hij, what are you talking about? I'm American. Mm. En toen dacht ik, oh, wat bijzonder, weet je wel, dat blijkbaar dat land hen toch het gevoel geeft dat ze veel meer Amerikaans zijn dan wat dan ook. Terwijl wij hier altijd... Missen we dat in Nederland? Ik denk het wel. We hebben toch altijd het gevoel dat we altijd zeggen, ja, Nederlander met een... Ja, maar wat ben jij? Ja, ik zeg altijd, I'm a proud diasporian. Dus ik zeg altijd, ik ben een hele trotse Eritrese Afrikaanse Nederlandse. Ik vind het alles, ja. Ja, want ik vind het ook niet erg, weet je, als mensen dat vragen, ben ik juist blij en dan praat ik er ook heel graag over. En nu in de herrie van corona, wat mis jij het meest? Dansen. Ja, uitgaan, festivalletje en met vrienden gewoon gezellig uit eten, drankje doen, dat soort dingen. Ja. En reizen trouwens. Er is stiekem niemand bij je op bezoek geweest in die tussentijd? Nee, met z'n 6 helemaal niemand. Nee. Over kattenkwaad gesproken. Wichtel. Maar het verzeen, alles wordt kunnen doen. Ja, nee, het is echt wel anders. Het is echt, en je merkt ook, vooral als je denkt aan je ouders, of misschien je schoonouders. Ja, het is wel, als je op een gegeven moment ook de verhalen hoort, dat is... Ja, dat maakt je wel een beetje van. Dus, ja. Je bent ook onderdeel van een nieuw initiatief waar ik laatst over las. Ja, zeker. De Dutch Squad. De Dutch Squad, ja, zeker. Ja, leuk hè? Tell me, ja, heel graag. Eigenlijk, nou, ik noem mezelf een beetje een political newbie. Want hiervoor was ik vooral aan het werk binnen het maatschappelijke middenveld. Hè. Veel met, maar goed, daar komen we straks vast nog wel even op terug. Dus dit hele politiek was super nieuw voor mij. En dat hele campagne voeren, jezelf zo naar voren schuiven. Ik dacht, wauw, weet je, wat bijzonder is dat eigenlijk. Je moet er echt aan wennen. Toen dacht ik, goh, laat me even kijken. Want ik weet zeker dat je echt wel met een paar mensen ook een gemeenschappelijk belang, zeg maar, in zou kunnen samen zou kunnen optrekken. En toen had ik even contact met Joan van D66. En toen had ik het weer met een andere vriend van mij erover. En die zei, ja, als je zo graag wil samenwerken, je kan misschien een beetje à la de American Squad, dat je daarna kijkt. Alexander Ocasio-Cortez, Ilhan Omar. Ja, zeker. En inmiddels zijn ze met z'n zessen en het groeit. En zo, dat was eigenlijk het idee. Dus we hadden de andere drie dames erbij. Maar wat is dan een gemeenschappelijke deler? De gemeenschappelijke deler is dat we meer representatie in de politiek willen. Meer mensen die op ons lijken. We willen onze achterban mobiliseren om echt te gaan stemmen. En daarbij ook, wij hopen, doordat wij dit onderwerp gewoon belichamen, weet je, gewoon just because we are we, zeg maar, dat we ook de afstand naar de politiek kunnen verkleinen voor, nou ja, mensen ook uit onze achterban en die op ons lijken. Dus dat ze denken van, oh, als Milka dit kan, oh, dan kan ik het ook, snap je? Ja. Dat je dan hopelijk mensen ook motiveert, één, politiek actief te worden, maar hopelijk ook wel misschien verkiesbaar op te gaan stellen. Want we hebben zometeen gemeenteraadsverkiezingen en ook daar is die diversiteitsdoorslag zeker heel hard nodig. Inderdaad. Gelijk. Heel mooi. Ga naar de eerste tafel, thema. Defensie en veiligheid, een thema waar we de laatste jaren veel over horen en waar veel aandacht aan besteed wordt, zeker ook in de politiek. Toch raken we bij dit thema twee specifieke onderwerpen aan. Ja, het is defensie en veiligheid. Mijn eerste vraag is voor jou, Mustafa. Wat moet de politiek in Den Haag, wat vind jij wat ze moeten doen om defensie en veiligheid te verzorgen voor alle burgers in Nederland? Ja. Wat mist er? Ja, ik denk sowieso is het een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de burgers in veiligheid kunnen leven. Wat mij betreft begint dat eigenlijk al op hele jonge leeftijd. Veiligheid op straat, maar ook de sociale veiligheid, hoe ga je met elkaar om, dat is belangrijk. En aan de andere kant is het dus ook belangrijk dat je als betrouwbare overheid een stevige politieapparaat en een defensie hebt, zodat de burgers beschermd kunnen worden. En daarin is het vooral belangrijk, als we nu kijken naar de bezuinigingen van de afgelopen jaren, dat we vooral gaan investeren in de mensen. Goede opleidingscapaciteiten, vacatures moeten gevuld worden, goede cao's. Want dan uiteindelijk kunnen we er ook beter van genieten. Meer geld naar defensie? Onder andere, absoluut. Zowel als mensen dat denken, ja, hè? Meer geld naar defensie. Ik denk dat de kijker thuis zegt, oh, dus meer geld voor bommen. Nee, absoluut yes, niet. Kijk, defensie is natuurlijk een onderdeel ook van de samenleving. Wij doen heel veel als defensie. Bijvoorbeeld internationaal samenwerking kan niet zonder defensie. Als het gaat om technologieën die we hebben, die we ontwikkeld hebben, kan niet zonder defensie. Als het gaat om internationale dreigingen, en risico's waar we als land tegenaan, kan niet zonder defensie opgepakt worden. Wat zijn dan de dreigingen waar een klein land als Nederland nu, Duitsers zullen niet meer binnenvallen? Nee. We moeten echt denken aan nieuwe technologische ontwikkelingen, cyberaanvallen. Daarnaast hebben we andere vormen van
aanvallen waar we mee te maken kunnen krijgen. Denk alleen maar aan drones die tegenwoordig gewoon via eBay te bestellen zijn en gewoon grote gevolgen en consequenties met ze mee kunnen dragen. Ik probeer niemand bang te maken, nee. Maar ik vind het wel belangrijk dat we er klaar voor moeten zijn, dat mocht het zover zijn, dat we in staat zijn om onze taken te onze verantwoordelijkheid daarin te nemen. En tegelijkertijd, en maak hem af, we hebben natuurlijk ook gewoon een belangrijke taak in de verdediging van ons eigen grondgebied. In mijn straat dat Defensie me nodig heeft? Hoe merk ik in de straat, als ik uit mijn huis kom, wat zie ik waarvan ik denk, Defensie? Ja. Wij hebben ongeveer 150.000 veteranen in Nederland. Dat zijn mensen die hebben ons land trouw gediend. Die zijn organisatie bijvoorbeeld verlaten. En die vervullen diverse belangrijke rollen in de samenleving. Je kan aan een veteraan niet zien dat hij een veteraan is. Nee. Alleen als hij PSS of PTDS... Helaas wordt heel vaak over PTSS gesproken, maar veteranen zijn ambassadeurs van Nederland. Even die, voor de kijkers, posttraumatische stressstoornis. Als je getraumatiseerd bent, dan dat je iets vervelends hebt meegemaakt. Ja. Militairen zijn mensen die een land hebben gediend. Militairen zijn mensen die heel goed kunnen samenwerken, omdat we alles in teamverband doen. Militairen zijn mensen die daadkrachtig zijn, bereid zijn om zich op te offeren als dat nodig is, anderen te beschermen en het landsbelang te dienen. En, maar hoe dan? Want ik bedoel, ik vind militairen, als ik voor mij en mij vraag, ik bedoel, ik ben gewoon een meisje uit de stad. Mm-hmm. Als ik militair denk, dan denk ik, mooi pakje heb je aan, zo sexy. En dan voor de rest erg. Jij denkt meteen aan... Nee, maar dat is wat ik zie. Mannen in uniform vind ik fantastisch. Eerlijk. We hebben ook heel veel... Gaan we even opkleden. Ja, we hebben ook heel veel mooie vrouwen en goede vrouwen. Nee, dat heb ik ook gezien. Ja, ook in uniform. Nee, maar waar het uiteindelijk om gaat, is wij zijn met elkaar de samenleving. Ja. En zonder militairen... Of zonder een slager of zonder een bakker kom je er niet. We hebben alles nodig. Ja. Maar uiteindelijk gaat het erom wat je als samenleving voor elkaar kunt betekenen. Op nationale vlak en internationale vlak. En daar kunnen militairen een cruciale rol in hebben. Dus militaire missies. Ja, dan eventjes Milka, want jij bent ook op missies geweest. Ja. Niet met een geweer in je hand. Nee, nee. Maar... Wat voor missies? Ik heb een aantal jaar bij het COA gewerkt. Het COA is de semi-overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor alle opvang van alle vluchtelingen. Dus de AZC's worden eigenlijk gemanaged door het COA. En vanuit het COA heb ik verschillende missies gedaan in Italië, dus in Lampedusa, Sicilië, waar de boten zeg maar aankomen. De vluchtelingen, beelden die we zien van die overvolle boten die de Middellandse Zee oversteken op zoek naar een beter land. Die we dan typeren als gelukszoekers. Ja. Terwijl we volgens mij allemaal gelukszoekers zijn. Ze willen gewoon blijven leven. Nee, geluk. Ja. Ze willen gewoon blijven leven. Ja. Zeg, iedereen is op zoek naar het geluk in het leven, toch? Ik wel. Ja, zeker. Alleen dit is natuurlijk vluchtelingen. Dat is veel meer dan geluk. Die vluchten to survive, weet je wel. Ja. Dus als je inderdaad op zoek naar geluk, is dat misschien zelfs nog een luxe positie. En daarom vind ik het woord, want inderdaad, iedereen is gelukszoekers. Ik zeg ook altijd... elk jaar migreren er 40.000 Nederlanders naar andere landen. Dat is ook voor iets anders dan voor geluk, weet je. En dit zijn mensen die voor geweld, onderdrukking, noem maar op, vluchten. Dus, wat zag je daar in het zuiden van Europa? Nou ja, in het zuiden van Europa. Wij gingen daar dus heen in tijden, laten we zeggen, van de hoge vluchtelingeninstromen. Toen heeft Europa gezegd, nou, we moeten vluchtelingen gaan herverdelen. En Italië en Griekenland gaven aan van, nou ja, dan hebben we wel extra hulp nodig van de overige lidstaten. Dus op in het veld eigenlijk... ondersteun je de Italiaanse autoriteiten en informeer je vluchtelingen eigenlijk die aankomen over hoe het werkt, hoe het asielprocedure ingaat, wat relocatie überhaupt betekent. Dus heel erg informerend en faciliterend en ondersteunend aan de Italiaanse autoriteiten. Oké, want als ik het zo kijk, Nurula, waar hier in Nederland zo'n probleem over gemaakt wordt, is dat er steeds meer mensen die... niet hier generaties lang wonen, om het zo maar te zeggen. Ja. Nederland overspoelen. Er worden allerlei, met name ook van rechts, worden heel veel termen gebruikt als een tsunami. En Nederland heeft al iets met water natuurlijk. We liggen 5 meter onder de zeespiegel. Dus die angst, die inherente angst voor een overspoeling van anders, alles dat anders is, geeft gevoel van onveiligheid ook hier in Nederland. Ja. We moeten ons zeker zorgen maken over klimaatverandering en over het water dat stijgt. Zeker in zo'n laag land. Alleen je ziet dat rechtspartijen daar juist minder aandacht voor hebben. En wat je eigenlijk doet met dit soort termen gebruiken als tsunami en weet ik het allemaal, is gewoon dehumaniseren van mensen. Die vluchtelingen zijn allemaal mensen, zoals jij en ik, van vlees en bloed.
die ook gewoon een normaal leven willen leiden. Misschien gewoon dat ze hun kinderen naar school kunnen, et cetera. Dus je verlaat niet huis aan haard om ergens anders te gaan wonen waar je de taal niet spreekt, waar je de cultuur niet kent, et cetera. Als je daar niks te zoeken hebt. Ja. Je vlucht gewoon echt voor je leven. En die mensen worden gewoon niet op een humanitaire manier behandeld door Nederland en Europa. Nee, klopt, maar ondertussen ontstaat er dus wel een soort van spanningsveld. Want wat er gezegd wordt van ja, er zijn al, mijn kinderen zitten al 7 jaar te wachten op een huis. En dan komt een asielzoeker of een vluchteling komt Nederland binnen. En die krijgt als eerste een woning. Ja. Dus de draagvlak daarvoor. Ja, precies. En kijk, weet je hoe wij dit noemen? Dit noemen wij zondebokpolitiek. Ja. Wat je ziet is dat al 10 jaar worden we geregeerd door rechts in Nederland met de VVD aan de macht. En als je bijvoorbeeld puur gaat kijken naar vorig jaar, hoeveel sociale huurwoningen zijn er per saldo bijgekomen? Dat zijn ongeveer 700. Ja? Wat Rutte en Wilders eigenlijk met elkaar aan het doen is Rutte zegt, ik hou ze arm en Wilders die zorgt ervoor dat mensen tegen elkaar worden opgezet. Namelijk, het is de schuld van de buitenlander, van de migrant, van de vluchteling. Er komen gewoon te weinig woningen bij. En zeker te weinig sociale huurwoningen. Ik snap het dus dan niet. Wat je dus nu aangeeft is, omdat er als er meer huisvesting zou zijn, is discriminatie voorbij? Nee, er is een schaarste in Nederland aan woningen. Ja, heel erg. En die wordt niet veroorzaakt door vluchtelingen. Ja, die wordt veroorzaakt doordat er te weinig wordt gebouwd, doordat te weinig mogelijkheden worden gecreëerd. En zoveel zijn die vluchtelingen helemaal niet. Wat gaat niet die daar doen daaraan? In ieder geval stoppen met die zondebokpolitiek. Het is niet de schuld van de ene bevolkingsgroep of van de andere bevolkingsgroep. Hè, dus daar moet je ten eerste mee stoppen. Zodat je echt kunt kijken naar de problemen op de woningmarkt. En die moet je gaan oplossen. Er moeten meer woningen bijkomen. En scheefhuur bijvoorbeeld op de sociale woningmarkt moet worden aangepakt, et cetera, et cetera. Dus er zijn meerdere problemen die moeten worden opgelost om de woningmarkt in Nederland weer gezond te gaan maken. Ik vind het lastig hoor, want je zegt scheefhuur moet worden opgelost. Ik ben alleenstaande moeder, ik heb een jongetje van 14. Ja. Ik zit in een sociale woning nog steeds, omdat in de tussentijd ben ik veel meer gaan verdienen. Maar waarom zou ik mijn prettige plekje hier opgeven om dan naar buiten te gaan voor minder ruimte, voor 2 keer zoveel geld? Ja, maar dat is ook precies het probleem. Ik zeg niet dat het de schuld is van de scheefhuurders. Nee. En dat doet de politiek continu. Het is uw schuld. Ja. Je zit op de verkeerde plek. Wel. Nee, er wordt te weinig mogelijkheden voor jou gecreëerd om te kunnen doorgroeien op die woningmarkt. Je kunt geen wooncarrière maken. Waardoor we elkaar allemaal ophouden als het ware. En daar kan je als individu niks aan doen. Nee. Daar moet de politiek een oplossing voor bieden. Ja. En die oplossing is? Nou ja, de woningmarkt verbeteren op tal van manieren. Door extra woningen te bouwen bijvoorbeeld. Okay. Ja. Dus je wil wat toevoegen? Ja, nee, omdat over wat er bijvoorbeeld gedaan kan worden. GroenLinks heeft bijvoorbeeld opgenomen dat ze zeggen van ja, kijk, we willen ook bijvoorbeeld die inkomensgrens een beetje verruimen. Dus hè, nu is het inderdaad minima's die dan recht hebben op sociale huurwoning, zodat er in ieder geval meer mensen recht hebben op zo'n sociale huurwoning. Daarnaast moet je kijken naar die vrije sector. Ik bedoel, al die beleggers die kunnen gewoon hun gang gaan. Ja. Die marktwerking, die moet daar gewoon eigenlijk uit. Zodat ook de overheid daar toch een soort van regie in krijgt. Dat zij iets meer de prijs gaan bepalen. Want uiteindelijk anders inderdaad, wat je zegt, ga je nooit eigenlijk, of wat Nouralla eigenlijk al zei, van die wooncarrière echt te kunnen doorlopen, ja. Ja, je ziet bijvoorbeeld dat je soms bij een hypotheekaanvraag, krijg je geen hypotheek van de bank, voor een hypotheek van 1100 euro per maand. En dan kom je in de vrije sector terecht en dan moet je 1500 euro huur gaan betalen. Ja, dat is niet uit te leggen aan mensen. Nee. Dat heeft dan ook weer te maken met die hele flexibilisering. Hè? Dat hele oproepcontracten, noem maar op, waardoor je zo moeilijk een hypotheek krijgt. Want sommige zijn echt wel goedkoper uit met een hypotheek dan inderdaad de vrije sector huur. Ja. Ik wil het toch eventjes, want we het hier over hebben in dat specifiek over Nederland, toch weer eventjes naar thema gaan over internationale betrekkingen. Samenwerking van Nederland, de plek van Nederland in Europa, de plek van Nederland op het wereldtoneel. Mustafa. Ja, ik denk dat dat ook een heel leuk onderwerp is wat aansluit op wat we hiervoor hebben gehad, hè, over vluchtelingen en alles. Ik denk dat we als Nederland een belangrijke rol moeten hebben in de maatschappij en in de samenleving, zeker internationaal gezien. We zijn een rijk land. Ik denk dat we daar veel meer moeten gaan investeren in de dialoog met elkaar. Ik kan beter voorkomen dat er oorlog is dan dat we hier ruzie gaan maken. Wie zijn schuld is het nou dat ze geen huizen hebben, noem het maar op. Dus eigenlijk veel meer gaan kijken hoe we bepaalde zaken kunnen voorkomen. En tegelijkertijd ook investeren in de mensen, jonge mensen in het buitenland. Opkomende democratieën ondersteunen in de gedachtegoed van bijvoorbeeld het belang van diversiteit. Het belang van samenwerken. Daar moeten we echt op gaan investeren, denk ik.
En daarnaast moeten we ook gewoon heel duidelijk afspraken maken als het gaat om wapenleveranties naar diverse landen. Ja, een van de grootste wapenleveranciers ter wereld ja, kijk, is Nederland. Nee, maar dus in die zin, als je eraan verdient, moet je ook inderdaad absoluut een bijdrage leveren om zaken op te pakken. Dus je kunt niet aan de ene kant geld verdienen en aan de andere kant op kijken. Dus wat mij betreft moeten we daar veel meer op gaan investeren. Ja. Absoluut. Want wij zijn verantwoordelijk met elkaar, we zijn één samenleving. En daar kan je niet weglopen voor je verantwoordelijkheden. Ik zie Noor al bedenkelijk kijken. Ja, ja nee, kijk, ik vind dat we als wereld moeten ontwapenen. Ja. Weet je, oorlog mag niet een vorm van economie zijn. En wat je in die internationale betrekkingen ziet, is dat niet mensenrechten en ethiek het belangrijkste uitgangspunt en principe is. Het is een verdienmodel geworden. Maar het is gewoon het verdedigen van de eigen belangen. En natuurlijk, Nederland heeft ook een belang op dat internationaal wereldtoneel. Ik ga niet zeggen, schuif hem helemaal weg. Maar je ziet dat op dat internationaal wereldtoneel het recht van het sterkste geldt. Ja. Hè? Dus de solidariteit die we graag betrachten in Nederland te hebben, bijvoorbeeld met een verzorgingsstaat, et cetera. Wat heel veel gebouwd is in Nederland op solidariteit, die zie je niet terug op het wereldtoneel. Je ziet gewoon dat allerlei machtsblokken, et cetera, om allerlei schaarse grondstoffen en olie, et cetera, hele vieze spellen aan het spelen zijn. En, ja, en daardoor krijg je bijvoorbeeld heel veel migratiestromen die daardoor op gang brengt. Maar goed, wat zou je doen als jij bijvoorbeeld, het is nog ver weg, denk ik, hangt vanaf hoe de campagne gaat. Yeah. Maar stel, jij wordt op een dag minister van Buitenlandse Zaken voor Nederland. Ja, en dan het internationaal migratiebeleid van Nederland bijvoorbeeld, internationale politiek. Wat zou jij anders doen dan wat er nu gebeurt? Kijk, ik zou heel erg ook het klimaatprobleem koppelen aan het veiligheids- en het migratieprobleem. Je ziet dat er heel veel ook klimaatvluchtelingen gaan ontstaan in de wereld. Doordat er verwoestijnisering is, droogte, overstromingen, noem maar op. Maar ook het schaarste aan grondstoffen. En op het moment dat je in meer richting een circulaire economie gaat, waarin je grondstoffen, schaarse grondstoffen, meer gaat hergebruiken of minder nodig hebt, et cetera. En dat geldt ook voor fossiele brandstoffen, is dat je ook ziet dat bepaalde machtsbelangen in de wereld, dat je die eigenlijk onderuit haalt. Als we olie niet meer nodig hebben, hoeven we er ook geen oorlog over meer te voeren. En op het moment dat je voor je eigen energie, voor je eigen grondstoffen kan zorgen, hoef je ook niet aan te kloppen bij een ander land vanuit een ander soort verhoudingspositie, hè, waarin je eigenlijk waarin de andere eigenlijk aan de kloppen van jouw macht gaat zitten als land. Waardoor je ook iets meer onafhankelijkheid creëert. Als we daarop mag aanvullen, ja. Natuurlijk. GroenLinks, dus ja, natuurlijk. Wij zijn sowieso. Dit was jullie punt, hè? Nee. You are taking my word. Dus what he said. Not yes, still my sunshine. Even mijn sunshine terugpakken. Nee, maar aanvullend daarop, hè, je hebt het over inderdaad hoe alles in verhouding met elkaar staat. Hè. Ik zeg altijd: migratie is echt een overstijgend onderwerp dat gelieerd is aan of het nou racisme is, klimaatrechtvaardigheid, maar ook zeker de economie. En daar dieper op even specifiek eerlijke handel. Dus ook eerlijke handel moeten we echt goed onder de loep gaan nemen. Want kijk, als je nu kijkt, alle multinationals die het één vervuilt helaas de landen achterlaten. Hè. Kijk ook naar Shell bijvoorbeeld. Maar daarnaast ook met verschillende, schimmige kaders en constructies eigenlijk. Dus voor zorgen dat ze belasting zo laag mogelijk houden. Zodat ze die belasting niet hoeven te betalen aan bijvoorbeeld een Afrikaans land. En eigenlijk zorgen dat er via dochtersbedrijven elders een flinke korting krijgen. Waardoor lokale bevolking in al die Afrikaanse landen miljarden aan belasting eigenlijk mislopen. Hè, dus ik zou ook zeggen van we moeten ook kijken. Weet je, ik hoor het zeggen, ik hoor jij het ook zeggen. We hebben het over klimaat. En het enige wat ik in mijn hoofd hoor is mensen hebben honger, het is corona. Ja. Ja. Dus ik heb zoiets zo. Ja, maar we hadden het over buitenland en over veiligheid. Nee, maar ik ben maar de stem van de staat. Tuurlijk. En ik moet op je stremmen. Dus maak het aantrekkelijk voor mij dat ik het doe. Ja. Ja. Het hele ding, ik hoor dan klimaat. Ja. En ik hoor mensen hebben honger. Als je minister van Buitenlandse Zaken hoort en die gaat niet over corona. Stel je wordt minister van Volksgezondheid en we gaan het hebben over corona, kunnen we het daarover hebben. Nee, maar ik snap wat je zegt en hoor je ook. Maar nu is er nog steeds aan het bezig. Mm-hmm. Ik ben met al mijn vrienden en vriendinnen nu aan het kijken. En denk van, oké, ik hoor klimaat. Maar ik wil weten wat je dan precies gaat doen. Want het klimaat kunnen we niet nu nog. Kijk, wij zijn de laatste generatie die er nu nog wat aan kunnen doen. Klopt. Maar we praten alleen nog steeds.
Wat gaan we doen? Ja. Wat gaan we doen? Ja. Nou, nee, wat we moeten gaan doen is het eerlijke verhaal vertellen. Ja. En het eerlijke verhaal is dat we het probleem vandaag of morgen niet gaan oplossen. Dank je wel. Dat kan ook niet. Maar we moeten wel gewoon eerlijk zijn. Wat kunnen we? En tegelijkertijd ook zorgen dat het draagvlak is. Want ik bedoel, je kunt wel een heel ambitieuze milieuplan hebben, maar het moet wel realistisch zijn. Ja. Het moet ook betaalbaar zijn en mensen moeten er ook in willen geloven. Want anders ga je mensen dus ook dingen opleggen. En ik denk, om dat te kunnen doen, moeten we vooral met elkaar in gesprek blijven. En wel benoemen wat we kunnen en wat we niet kunnen. En daar wordt iets te vaak nog omheen gedraaid. Ja, want ja. Ik weet dat de poolkappen smelten en ijs komt naar beneden. En alle virussen die in die ijskoppen zitten komen ook weer vrij. Mm. Maar ik kan niet met mijn handen tegenhouden. Die vinger in de dijk, dat was toen. Dat gaat nu niet meer lukken. Nee, maar daarom denk ik ook dat duurzaamheid en sociale onderwerpen gewoon bij elkaar horen. Dus inderdaad, ik begrijp heus wel, hè, als we nu even kijken, coronacrisis, mensen zijn hun baan kwijt, moeten ze misschien wel zorgen over een dak boven hun hoofd, dat ze dan niet per se denken, oh ja, laat me ook even verduurzamen. En daarom denken wij, hè, van dan moet je kijken wat voor subsidies je daarvoor kan aantrekken. Zodat mensen toch gebruik kunnen maken van zonnepanelen en noem maar op. En dat dat weer niet alleen maar de rijkere mensen zijn die dat kunnen gaan doen. Want uiteindelijk raakt het natuurlijk de mensen met lagere inkomens. Want doordat zij geen zonnepanelen kunnen installeren, gaan zij meer ook weer aan die energierekening betalen. Snap je? En die vicieuze cirkel, die willen we doorbreken. En daarom denken wij dat duurzaamheid bij een echt toch wat linkse sociale partij hoort, zodat ook die mensen met misschien lagere inkomens aan duurzaamheid kunnen gaan. Stem daarom op, Nida. Maar als we nou eens beginnen met jongeren inderdaad. Jongeren duidelijk te maken, bewust te maken welke rol ze hebben, verantwoordelijkheid ze hebben. Want zij zijn straks de groeiende generatie die verder gaan met de aarde. Ja. Kijk, en ik heb vanuit thuis gewoon geleerd, als je rotzooi maakt, ruim je het ook op. Ja. Als je op straat loopt en je ziet iets wat gevaarlijk is voor een ander, neem je het weg. Ja. En inderdaad kunnen inderdaad zonnepanelen neerzetten, subsidies creëren. Maar laten we vooral ook met die jongeren beginnen, met die jongeren aan de slag gaan. Maar ik denk dat de jongeren, ik bedoel als je de meeste klimaatmarsen ook over de wereld, de jongeren zijn misschien wel het meest, als ik tot nu toe een beetje kijk overal, de jongeren vind ik juist super actief. Ja. Ik vind het echt een enorme inspiratie. Juist het zeggen, ik vind het wel prachtig dat je het zegt van als je de vervuiler betaalt, is eigenlijk wat je zegt. Maar de grootste vervuiler, dat is een groot deel van jullie achterban, de agrarische sector. Ja, daar is ook heel veel onduidelijkheid over. Hè? Want ik ben niet helemaal thuis in de boerenwereld. Ik heb geen koeien thuis. Ik ga ook heel weinig naar een boerderij. Maar wat ik juist heb begrepen is dat het bij de boeren juist meevalt als het gaat om de vervuiling. Dat heeft... Althans, dat hoor ik voor het eerst. Ja, nee, dat heb ik recent meegekregen dat het allemaal eigenlijk wel meevalt. Het wordt groter gemaakt. Dus we hebben het nu over iets wat we niet zeker weten. Nee, daarom. Dus, en dan vind ik het eigenlijk ook niet mijn plek om daar een heel verhaal over te vertellen. Okay. Wat je wel kan zeggen is, 75% van wat boeren produceren gaat gewoon voor de export. Oftewel, economisme staat weer voor het belang van de klimaat en de aarde. Okay, 75%. Als we het juist hebben over internationale betrekkingen en vluchtelingen, is dat namelijk het overschot wat wij produceren gedumpt wordt in bijvoorbeeld Afrikaanse landen, waarbij Afrikaanse melk duurder is dan de... Ja, maar dan wil ik hem toch wel even terugpakken. Want als je hem zo gaat beredeneren, dan zeg je ook eigenlijk dat alles wat wij produceren voor export, moet je daar ook in berekenen. Want die boeren, die hebben een koeien en dat is een exportmiddel. Het geld wat we daarin verdienen, wordt ook weer toegepast. Ze vinden het dan te makkelijk om dan te zeggen, 75% wordt geëxporteerd. Ja. Het is uiteindelijk een product wat er geleverd wordt en gemaakt wordt uit Nederland. Datzelfde geldt voor andere dingen die we hier maken. Ja, uiteindelijk gaat het ten koste van. Dat is het, hè? Dus wij willen kijken naar verduurzaming van de Ik vind het heel mooi dat jullie zo vloeiend in elkaar overgaan. Maar wat nog veel belangrijker is, want we zitten hier vandaag voor Kleur de Kamer. Waarom? Vind jij het belangrijk dat de kamer gekleed moet worden? En kort en krachtig. Vooral krachtig en vooral kort. Okay. Ik vind het belangrijk omdat er met meer kleur in de kamer zou je ook meer belangen kunnen overzien. Meer belangen van verschillende groepen in Nederland. Ik denk ook dat die bepaalde expertise die iemand heeft, die tussen verschillende culturen in een verschillende wereld toch heeft geleefd, dat die bijdrage kan toeleiden tot effectief beleid wat weer toekomt naar die verschillende groepen. Want als je daar gaat met alleen maar één bril, om het zo maar te zeggen, dan wordt er ook vanuit alleen maar die kant wordt er beleid gemaakt. En dat beleid gaat er niet voor zorgen dat je inspeelt op de behoeften van alle Nederlanders. En daarom ben ik er zwaar van overtuigd dat als je goed beleid wil en een goed Nederland wil voor iedereen, moet je ook een diverse kamer hebben. GroenLinks. Dat is bijna kort. Nou, toch even doorvragen. GroenLinks.
Is er genoeg diversiteit wat jou betreft? Ik denk in dat de top? Ik denk dat we zeker diverser zijn geworden. Vooral als we kijken naar de kieslijsten van nu en van 4 jaar geleden. Het is een hele goede start, denk ik. Het mag voor mij nog meer, maar het mag altijd meer voor mij. Dus ja, ik ben wel blij dat we met deze lijst zijn gekomen. En weet je, voor mij is het als je maar open bent binnen de partij om ook meer inclusief te worden. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Ja. Dan wil ik daar heel graag aan bijdragen. Precies. Zonder te gaan typeren, Nida. Ja. Ook bij jullie wordt er gezegd van ja, Nida is dan wel van jullie lijsttrekker Nordin. En de rest van de lijst, hoe zit het met de diversiteit bij Nida? Ja, super divers. We leven in een klimaat waarin diversiteit continu wordt geproblematiseerd, van links tot rechts. Want laten we wel zeggen, als je ook nog de islam erbij betrekt. Ja, precies. Daarom voelden wij ook de behoefte om een eigen partij op te richten en om mee te gaan doen met die Tweede Kamerverkiezingen. En om ons geluid te gaan laten horen. Want ja, weet je, we hebben heel vaak gehoord, ook zeker onze oudere generaties die tegen ons zeiden, misschien hebben jullie dat ook wel gehoord, van ja, als je ver wil komen in Nederland, moet je 2 keer zo hard werken. En ik ben het daar gewoon niet mee eens. We hoeven niet 2 keer zo hard te werken. Ik wil gewoon precies hetzelfde doen en hetzelfde krijgen. Mm-hmm. En als ik iets verkeerd doe, moet ik precies dezelfde straf krijgen als een ander. En, ik heb zelf geen islamitische achtergrond. Yeah. Waarom, waarom zou een partij als Nida aantrekkelijk zijn voor iemand die niet dezelfde achtergrond heeft als jij, maar meer achtergrond heeft als ik? Vanwege de universele waarden. Want je ziet ook bijvoorbeeld dat we op onze partij mensen die anders gelovig zijn of niet gelovig of christelijke achtergrond hebben. En die voelen zich thuis bij Nida omdat er gewoon plek is voor iedereen. Omdat we diversiteit omarmen en niet problematiseren. Dat is waar wij voor staan. Een hele rare vraag. Het is echt, ik heb het gelezen gisteren toevallig. En het is geen naam van jou, maar ik wil het gewoon weten. Maar er is nu toch een hele grote strijd bezig tussen gekleurde moslims en of donker, zwarte moslims en niet zwarte moslims? Nee, dat is niet een strijd die daar... Nou, ze worden minder vriendelijk behandeld. Nee, ja, weet je, er is gewoon racisme is van overal. Ja, dat snap ik. Ook binnen de moslimgemeenschap komt dat voor. En ik weet welke casus je bedoelt, want dat is een partijgenoot van mij die ik heel erg waardeert, Mohammed. Okay, En je ziet dat racistische gif, dat zit overal. En dat moeten we er overal uitkrijgen. Welke rol kun je... Ja, precies. Nou ja, door te benoemen ook dat het overal zit. Hè. Het zit niet per se bij een ander of zo. We hebben allemaal misschien wel te maken met vooroordelen. Maar in ieder geval niet een leidende rol ook in de gemeenschappen hier in Nederland. Daarom willen we dat ook op tal van manieren, intern, extern, bespreekbaar maken. Het maakt niet uit van welke kant het komt, het is gewoon fout. Ja. Oké, dankjewel. Kleur de Kamer en het CDA. Ja, Kleur de Kamer en het CDA. Ik denk dat er inderdaad veel meer kleur in de Kamer mag. Ook ik heb inderdaad vroeger gehoord dat ik 2 keer zo hard moest werken. Maar dat heeft me wel 2 keer zo sterk gemaakt. Dus daar ben ik trots op. Ik heet Bal met mijn achternaam. En Bal betekent in het Turks honing. Dus naast kleur is het denk ik ook wel goed als er wat meer zoetigheid in de Kamer komt. Dat zeker. Kijk, en als ik een stevige vuist wil maken, heb ik 5 verschillende vingers nodig. En uiteindelijk geloof ik dus ook echt in de kracht van diversiteit. Vanuit je kwaliteiten die je meeneemt, het verschil kunt maken in een partij. En dan komt waarschijnlijk de volgende vraag, hoe zit het dan bij het CDA? Je mag hier gaan zitten, dan de volgende vraag. Nee, ik denk dat we echt nog een weg te gaan hebben. We zijn goed vertegenwoordigd als het gaat om alle provinciale lagen. We hebben een goede man-vrouw verhouding. Maar kleur, daar moeten we echt nog flink aan de bak voor. Absoluut, er mag meer kleur bij. Maar daar hebben we nog een hele weg te gaan. En, maar hoe komt dat dan? Ja, ik vind dat heel lastig om daar een vinger op te leggen. Wat ik wel zie is dat het steeds meer begint te leven. Dat het onderwerp ontzettend belangrijk is. En dat komt mede door partijen, initiatieven vanuit buiten. En ook het CDA is een partij die hun verantwoordelijkheid daarin wil nemen. Ik zie dat daar inderdaad op dit moment echt wel mooie stappen in gezet worden. We hebben bijvoorbeeld sinds 2 jaar een prideafdeling binnen het CDA. Dat is ook heel bijzonder. Mm-hmm. Kijk, we hebben al jaren een netwerk diversiteit. Ja, ik hoop dat we zo op die manier verder kunnen doorontwikkelen. En dat er straks een hele mooie lijst met fantastische mensen gepresenteerd kunnen worden.
Ja, goed. Dat is een mooie afsluiting. Vind ik wel. Ik wil jullie in ieder geval hartelijk bedanken, Eloa. Hartstikke bedankt voor weer mee te presenteren. Dank je wel. Beste mensen, als jullie meer willen weten over deze fantastische kandidaten, kijk op kleurdekamer.nl en volg ons op Facebook of op Clubhouse, waar we nu heel erg in van maandag tot donderdag om 10 Kleur de Clubhouse doen. Mustafa Bal van het CDA, hartelijk bedankt. Nurullah Gerdan van NIDA en Nelka Jemane van GroenLinks. Ik wens jullie heel veel succes de komende tijd en hopelijk tot in de Tweede Kamer. Even Corrie, jou ook bedankt, want we zijn zo lang aan het praten en we hebben je naam niet eens genoemd. Ja, iedereen weet wie jij is. Bedankt voor je heerlijke platform. Zonder jou zaten we hier niet allemaal. Nee, inderdaad. Dus jij bedankt. Dankjewel. Ja, dankjewel. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door South American Food Express. De leverancier van al jouw toko's. Wel één keer goed. Hey, voort. Hallo, voort. We zien je uit de klappen, gast. Ja, ik vond die twee klappen wel. Hey, voort, alles goed? Ontspannen. Ja, ontspannen. Maar voort, ik vind alles goed. Maar al mijn gasten die hebben natuurlijk wat speciaals. Ja. Maar zo'n speciale overhemd hoef je niet mee te nemen. Want dat staat helemaal nergens op. Wat is die overhemd eigenlijk? Dat is de trend van 2019. Welke in 2019? 20, 21, 22. Vriend, het is een science fiction shirt. Nee joh, dat is van mijn opa geweest man. Van je opa? Ja, op de markt, ik heb hem verkocht. Maar in ieder geval, bij Borumet, Voorwat heeft zijn eigen courierdienst. En een heleboel mensen die kennen hem, klinkt heel raar, heel apart, maar het is wel een frappante man. En daarnaast is hij bijna profvoetballer geweest, toch? Nou, was je bijna. Bijna, maar niet helemaal. Waar heb je gevoetbald? Moeten we dat echt uitleggen? In de zaal. In de zaal heb ik het hoogst gehaald. Het hoogst? Het hoogst. Eredivisie, Eerste Divisie. Ja? Zaal, ja. Was leuk. Het was een hele mooie tijd. Ja? Ja, was zeker een mooie tijd. Ik ben blij dat ik daar deel uit van. Zijn er nog bekende namen met wie je gevoetbald hebt? Ricardo Pinto. Edgar Davids. Heb je met Edgar Davids gevoetbald? In de zaal? Tegen hem. Tegen hem? Ja. Edje van Geels. Het zijn allemaal de straatjongens die vanuit Amsterdam en Rotterdam. Die altijd op het hoogste niveau hebben gezalvoetbald. Dus uiteindelijk met Edgar Davids was je eigenlijk enige contact wat je met bal hebt toen je achterover moest bukken om hem meer... Edgar Davids had heel veel moeite met mij. Niet zo stoer doen. Nee, dat is niet om stoer te maken. Waarom moet stoer doen? Het is gewoon een nationale held. En jij kon gewoon even gewoon als keeper. Ja, maar er zijn geen beelden van, dus hij kan hem toch gewoon afkraken. Daar zijn geen beelden van. Maar vertel, voor de mensen die inside zijn, een heleboel mensen weten het niet die op de YouTube kijken. Maar je bent wel een hele aparte courier. Wat is nou speciaal aan jou als courier zijn? Apart, dat weet ik niet. Ik ben gewoon wie ik ben. Ja, misschien is dat wel heel apart in deze tijd van de wereld. In deze tijd van de wereld. Maar wat is het? Eigenlijk ben je degene die gewoon op je slippers komt, altijd. Ja. Dus je bent gewoon herkenbaar op je slippers. Maar toch niet achter het stuur. Dan zie je mijn benen toch niet. Pas als ik uitstap. Ja, nou, hoe dan ook, als je uitstapt is het een heel verschijning. Laatst kwam je bij mij en toen ging je dansen, kwam je de dingen uit. Maar het was toch een lekker nummertje op de radio? Wat was dat nou ook weer? Wat was It's nu? A shame. Oh ja, dat was het. It's a shame. Oh ja, dat was het, inderdaad. Ja, raar. Blijft gewoon heel raar natuurlijk. Hoezo? Nou, voor wat, hou je mond maar even dicht. Oh, sorry. Wat wij gaan maken vandaag met Borumet, want dat is het ook uiteindelijk. We gaan, dit is amsoi, dit is de Surinaamse gerecht of Surinaamse groente die de Chinezen hebben gebracht naar Suriname. Dat verzinnen we ter plekke, maar het maakt niet uit. Wat we vandaag gaan eten is amsoi met kipsaté en we hebben Surinaamse saté saus hebben we met rijst. Is eigenlijk heel klein, heel makkelijk, maar eigenlijk is het oergezond als je genoeg amsoi hebt. Dus dat gaan we maken. Maar het is heel goedkoop, hè? Het is 2 euro per kilo. Het is zo te doen. En ze zeggen eigenlijk dat je nog niet eens moet wassen. Heb je het nou bij de Suriname gehaald of haal je het gewoon bij een... Ik haal het gewoon bij een Suriname, bij een toko. Okay. Zo zeggen ze dat, bij een toko. Hè? Toko. Bij een toko, ik weet niet wat bij toko. Waarom. Nee, niet bij waarom. Dus uiteindelijk, als je ziet, de kipsaté, die hebben we hier al een beetje voorbereid. En hier hebben we hem ingevet en gekleed en gedaan met alles. Dus nog één keer. Woord voor, gemarineerd. Hier hebben we hem gemarineerd. Hier hebben we gemarineerd met eigenlijk een combinatie van kruiden. Het is best wel apart, want ik heb 5 spijsjes gebruikt. Ik gebruik ook een beetje koriander, paprika, zwarte peper en een beetje sambal. En de sambal die ik heb gekozen vandaag is de Javaanse sambal. Saté, Javanen, ja, dat is de combinatie. Hè?
Blauwgrond gehaald. Die heb ik al bij Blauwgrond gehaald. Ja? Ja, ik maak geen grap. Die heb ik bij Blauwgrond gehaald. Jij was bij Blauwgrond, hè? Ja, toch. Wanneer was je bij Blauwgrond? Maand geleden. Maand geleden? En serieus? Ja, serieus. Was lekker. Verschillende zaken niet en verschillende zaken wel. Hoe gingen die Surinaams om met die Marokkaan op zijn slippers, die eigenlijk gewoon door de straat heen loopt te banjeren gewoon? Ik zou je zeggen, daar val ik niet op. Daar lopen ze allemaal op slippers. Ja, maar jij valt op. Nee, ik viel ook niet op. Je viel ook niet op? Nee, valt best wel mee. Veel vrienden, dus dan val je gewoon niet op. Nee, dat is waar. Maar je hebt een wereldtijd gehad daar. Sowieso. Ja. Maar toen ik de binnenlanden inging. Binnenlanden inging? Ja. Heel veel Surinamers. Nee man, echt. Mijn vader woont eigenlijk, als je bij Sanderij bent, ja. Dus Pengel, vliegveld. Ja. Ja. Als je daar bent, gaat iedereen naar rechts. Ik ga naar links, woont mijn vader, die woont eigenlijk 5 minuten daar vandaan. En dat is de diepste jungle die je, waar je mij in kan vinden. Ja, serieus, hè? Die is niet diep. Maar verder ga ik gewoon niet. Ja, weet niet, ik hou er wel van. Ja, dat is vakantievieren, toch? Dat zag ik in alle foto's. Voor wat, we hoeven ook geen reclame te maken van hem. Dat hebben we in de introductie al gezegd. Voor wat wordt echt geboekt als een gek. Dus hij zit hier eigenlijk voor de fatsoen en omdat het hele markante man is. Dus voor wat, hebben jullie trek in vandaag? Zeker. Dan gaan we het even voorbereiden. En dan zien wij jullie weer terug. Tot zo. Hé, hey, maar even serieus. Je bent wel goed aan het snijden. De Amsoy bent aan het snijden. Ja. Die grote stronken, die hoeven eigenlijk helemaal niet, nee. Hè? Die haal ik er ook tussenuit, toch? Die haal je er tussenuit. Maar kook je vaak eigenlijk? Als ik er tijd voor heb wel. Hoezo? Hoezo als je er tijd voor hebt, dan kook je. Maar je vrouw kookt gewoon eigenlijk. Nou, je weet toch wel zelf gisteren ook dat je om 8 uur belde, heb je nog wat te doen. Ja? Dus hoe moet ik toen tijd lag hebben? Je op de bank. Ja, toen lag ik op de bank. Toen wou ik nog gaan koken. Dus ik ben gaan maar eten. Toen wou je gewoon 8 uur, wilde je gaan koken. En je vrouw wacht dan tot jij terugkomt om te koken. Want ik had als 10 uur terug. Wat had je gemaakt dan? We hadden gewoon heel simpel sla gemaakt. Aangemaakt. Dus geen Marokkaanse achtergerechten die jij eruit gooit? Marokkaanse kruiden doen we erin. Dat is alles? Ja. Dus maar doe je ook nog wat met Marokko of is alles gewoon Surinaams voor jou? Surinaams is mijn vaderland, toch? Surinaams is je vaderland? Ja. Ik weet niet hoe, ik wil niet lullig doen, maar verwakken met je vader. Die is Marokkaans. Oh, je vader houdt ook van Suriname. Dat is allemaal hetzelfde, man. Oké. Okay. Hé, hey, maar even serieus. Kijk jij wel eens naar de Alakondere magazine? Ik heb ze zoveel verhuisd dat ik ze allemaal heb gezien. Ja, dat is wel een hele rit, ja. Hij helpt ons altijd met verhuizen. Dat is niet belangrijk. We hebben deze editie hebben wij ook John Seedorf. Dus dat is editie 12. En John Seedorf is een kunstenaar. Ik hoop dat hij een keer bij mij langskomt. Dan zullen jullie ook wel kennis met hem maken. Het is een hele aparte, slimme kunstenaar. Van Surinaams afkomst. Ziet eruit als 15 jaar. Maar zit al diep in de 60. Heb je hem wel eens gezien, John Seedorf? Ken je deze man, toevallig? Nee, ik heb hem nog nooit gezien. Hij is best wel gewoon heel apart, volgens mij. Flikkert dit wel een beetje. 66. John Seedorf. Artikel moet je echt lezen, want dat is best wel leuk. We hebben nu alles hebben gesneden van de Amsoy. In kleine stukjes. Wij gaan dat in een grote pan gaan we dat combineren. Daarna gaan we de saté gaan we maken. Goed. En dan gaan we gewoon lekker smullen. Rijst staat ook al aan. Dus let's go. We gaan door naar de volgende ronde. We hebben heerlijke satéetjes hebben gemaakt. Twee type satéetjes. Eentje met Marokkaanse kruiden. En eentje op de Surinaamse manier. Toppen wij gewoon met amsoy. En amsoy. Dat is speciaal voor mij gedaan, Marokkaanse kruiden. Jij hebt speciaal voor jou gedaan. Kijk, daar houden we van. Je neemt zeker de Surinaamse versie? Sowieso. Dus wat wij dan doen is eigenlijk dit gerecht. Uiteindelijk heb je heel weinig. Wat ik niet leuk vind, is dat je dan ook nog van die saus erover, de zuur eroverheen gaat doen. Dat vind ik niet nodig. Ik vind dit gewoon veel leuker om op die manier te gaan eten. Dus dit toppen we af. Jij gaat lekker eten. En dan ga ik voorbereiden, de anderen ook voorbereiden, dat ze precies hetzelfde eruit zien. Helemaal goed. Top. Top. Nee, even serieus. Wij gaan gewoon lekker gaan we eten. Dit was gewoon een onderdeel van Bori Met. Voor wat, de aparte. Dit was een aflevering met Voor wat, onze aparte koerier met zijn slippers. En niet vergeten mensen, eigenlijk is het heel lullig. Ik hoop dat er geen politieagenten kijken. Hij heeft altijd een jonko in zijn mond.
Dat vergeten mensen ook wel eens, hè? Moet ik hem even pakken? Moet ik hem even pakken? Maar dat is gewoon standaard, hè? Dus eigenlijk is hij gewoon dit. Zo herken je hem. Eigenlijk, Sunshine Couriers is eigenlijk alleen maar dit, eigenlijk. Ja. Volgens mij weet niemand wat je bedrijf Sunshine Couriers heet. Natuurlijk wel. Ja, dat wel. Ja. Oké. Okay. Tot de volgende keer. Borie met voor wat kom je nog een keer langs? Sowieso. Ga okay. Ik koken voor je. Nee. Ja. Bluff. Nee. Sorry. Hij gaat koken. Volgende keer bij Borie met. Tot ziens iedereen. Hoi.